Hallo, dit keer ga ik het onderwerp behandelen over tegels verven en dan met name tuintegels of stoeptegels. Noem het maar op, het zijn eigenlijk vaak van die, wordt ook wel betontegels genoemd, meestal 30 bij 30, er zijn ook 40 bij 40, maar vaak heeft men van die betontegels. En ja, wel, men wil daarvan af. Dat wil zeggen, ja, de kleur is niet mooi, of ze zijn versleten, er zitten vlekken op, het is vroeger gemorst, het is lelijk, ja, noem maar op. En ja, dan zijn er wat alternatieven om dat te doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen van, ik haal alles eruit en ik doe een nieuwe klinkers in of nieuwe tegels, wat je maar is. Goed, maar goed, dat ligt natuurlijk aan je portemonnee, zeg ik altijd, wat scheelt het. Je denkt ten eerste altijd aan je portemonnee natuurlijk, om zo goedkoop mogelijk een mooi resultaat te krijgen. Ja, en daar zijn dan wat alternatieven. Heb je een goed gevulde portemonnee en je zegt van ja, dat wil ik allemaal niet, dat gedoe. Ik wil gewoon nieuwe klinkers en klaar, ik heb ervoor gespaard en klaar. Nou oké, okay, that's it. Dan doe je dat gewoon. Heb je dat niet, heb je dat alternatief niet, dan zijn er wat mogelijkheden eigenlijk. Om tegels te kunnen schilderen of tegels te kunnen verven. Nou, en een van die mogelijkheden is om vooraf, in ieder geval voordat je dat gaat doen, is het gewoon heel goed belangrijk. Is het heel belangrijk dat je die tegels vooraf goed schoonmaakt of goed ontvet. En neem daar gewoon een hoge druk spuit. En doe daar wat B-clean door of doe daar wat allesreiniger door. En spuit die tegel gewoon heel goed schoon. En daarna heel goed laten drogen. Dat is gewoon heel, heel belangrijk. Dus eigenlijk, je kunt er eigenlijk vanuit gaan dat je de eerste dag dat je goed schoonmaakt en dat je goed laat drogen. En dat je dus pas de tweede dag gaat behandelen. Nou, waar kun je ze dan mee behandelen? Je kunt gewoon een primer pakken die geschikt is voor beton. Dan doe ik wel een multiprimer. En doe dan minimaal twee lagen. Dat kun je met een rolletje doen. Het is meestal wel zo, hè. Wat wil je met een terras doen? Wil je er overheen lopen? Wil je het verfraaien? Wil je het mooi maken? Hè? Loop je er niet overheen? Als je er niet overheen loopt, dan kun je best een primer nemen. Nou, en die primer kun je natuurlijk een kleur geven, hè, welke kleur je maar wilt. Je kunt effecten daaraan geven. Hè. Je kunt zeggen, ik pak 9 tegels die kleur, ik pak er een tegel omheen die kleur. En het is maar net wat je smaak is. Maak dan vooraf een plan, hè, wat voor kleuren je wilt. Pak dan het gedeelte waar je overheen loopt, dan een ander soort verf, maar pak dan geen primer. Nou, het tweede alternatief is betonverf, wel bekend. Betonverf kun je ook in verschillende kleuren krijgen. En je doet dat precies hetzelfde. Het gedeelte waar je niet op loopt, behandel met betonverf, ook minimaal twee lagen. En het gedeelte waar je overheen loopt, gebruik dan een ander alternatief. Want betonverf is gevoelig voor weersomstandigheden. Dus als het gaat regenen, dan slijt het al langzaam. En dan zou je dus elke dag zeg ik, om de jaar of anderhalf jaar moet je het weer opnieuw gaan schilderen. En het derde alternatief is met wegenwit verf. Ik weet niet als je weet wat wegenwit verf is. Hè, maar dat zijn een soort strepen die ook op grindpaden komen, op teerwegen, dan noemen ze het dus wegenwit verf. Dat is ook een alternatief. Kun je ook rechtstreeks aanbrengen. Je hoeft daar geen primer voor te gebruiken. Doe dat ook in verschillende lagen, minimaal twee lagen. En dat kun je ook op kleur doen. Maar als je zegt van nou, ik heb een terras of ik heb een tegelpad en daar loop ik regelmatig overheen, dan zijn er nog twee alternatieven. De ene alternatief is een twee componenten betonverf. Daar komt dus een soort glanslaagje op, die ervoor zorgt dat er geen vocht binnendringt. Of een epoxy coating, een soort coating zeg maar, die ook wel vaak gebruikt wordt voor garagevloeren, et cetera. En dat bestaat uit twee componenten. Dat bestaat uit een emulsie en een hars. En die moet je dan mengen en die kun je dan aanbrengen. En meestal is daar ook twee lagen. Dat is natuurlijk wel een dure geschiedenis. Maar goed, het is altijd nog goedkoper om compleet geheel nieuwe tegels aan te schaffen. Het zijn klinkers. Nou goed, en als je zegt van ja, daar heb ik allemaal geen zin in. Dat doe ik niet. Dat wordt mij ook te gek. Ik kan niet schilderen. Dan is er nog een heel mooi alternatief eigenlijk. En dat heb ik al vaker gedaan. En dat is gewoon een betontegel compleet omdraaien. Draai maar eens om en dan zie je een mooie betonstructuur. Je moet natuurlijk wel even schoonmaken. En wat dan leuk is natuurlijk, je kunt er wat klinkers bij kopen of bij zoeken. Als je op internet Google indrukt of op Marktplaats,
En je tikt gratis tegels, kom je genoeg tegen, hè, wat je dus echt gratis kunt ophalen. En speel daar wat mee, hè. Bijvoorbeeld je legt 9 of 12 tegels, of wat je maar wilt, 6 tegels. Hè, en maak daar klinkers omheen en ga zo het hele terras af. En dan heb je toch nog een mooi en nieuw terras, hè, wat je ten eerste geen verf kost. En ten tweede, het is een leuk alternatief. Goed, dat moet je willen, maar dat moet je leuk vinden. Maar probeer maar zo'n tegel om te draaien. Maak hem maar schoon. En wat droge drugspuit, laat hem eens drogen en leg er wat paar bij elkaar. En leg er wat klinkers erbij en leg dat gewoon uit. Goed, maar als je het geschilderd wilt hebben, nogmaals, als het een gedeelte is waar je overheen loopt, dan zou ik echt een twee componenten betonverf doen of een twee componenten coating. En de rest waar je niet overheen loopt, als alternatief een primer, een wegenwit verf of gewoon een betonverf. Dus net wat je wilt. Dus er zijn alternatieven, zijn er genoeg. Goed, mochten jullie nog vragen hebben, en ik kan dan altijd. Ik heb op mijn blog op www.schilderprut.nl in het menu ga je naar vragen naar Piet. En dan kun je die vraag stellen naar mij en die probeer ik dan zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik wens jullie veel succes met het verven van tegels.